De bekendste Overijsselse politicus komt uit Laagzutem bij Zwolle. Dit is de man die het CDA in Overijssel aan de overwinning moet helpen. Hé, hey, kijk, Eddie van Huy. Ja, die probeert er een conventie nu. Ja. Van de Tweede Kamer gaat hij even. Inderdaad, Eddie van Heijem. Hij was ruim 10 jaar Kamerlid en is nu gedeputeerde in Overijssel. Betrouwbaar indruk. Nou, ik zie er wel grappig uit. Ja. Ontspannen. Ja. Ontspannen ook, vind ik. Ja. Maar hij is nog jong, hè? Ik ben heel benieuwd. Goedemiddag. Dag. Hallo. Dag, Eddie van Heijem. Hoi. Dag. Hoi. Zo. Hartstikke leuk. Jullie hebben een heel mooi programma geschreven, hè? Goed voor Overijssel. Wat zijn daar nou de 3 toppunten uit dat programma voor de inwoners van Overijssel? Overijssel is een grote provincie met veel regio's. Het is belangrijk dat het geluid van al die regio's goed doorklinkt in de Staten. En inhoudelijk is ons programma heel sterk gefocust op werkgelegenheid. Een groot probleem vind ik nog steeds de hoge werkloosheid in grote delen van de provincie. Twente met name, maar ook wel de andere delen. Ja. En ik denk, gelukkig zie ik dat ook breed in de provincie, ook bij andere partijen, dat daar heel veel prioriteit nu voor is. Ja. De vraag is natuurlijk wel, wat ga je doen? Heb je er ook een programma onder zitten? En ik denk dat wij ook een aantal hele concrete voorstellen hebben, ook een rol voor de provincie zien weggelegd om het aan te pakken. Nou, laat zorgen. Ja, wat zou de provincie doen? Ja, benieuwd. Kijk, een van de provincie is verantwoordelijk voor regionaal economisch beleid. Dat is een taak die we hebben van de Rijksoverheid gekregen. Ik heb er als Kamerlid ooit nog voor mogen stemmen. We hadden er wel wat meer geld bij mogen doen, zeg ik nu als vertegenwoordiger. Maar we steken er nu als provincie zelf ook wel echt veel tijd, energie en geld in. Want de overheid maakt geen banen. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de bedrijven zelf. In Overijssel heel veel familiebedrijven, midden- en kleinbedrijf. Daar moet je denk ik vooral de aandacht op richten. Die grote bedrijven die weten vaak de weg naar de subsidiepotten wel te vinden. En die wat kleinere die kunnen denk ik heel goed dat steuntje in de rug van de overheid en die goede regelingen gebruiken om deze tijd ook te benutten om juist allerlei nieuwe producten te verzinnen, nieuwe processen zich eigen te maken, innovatie noemen we dat dan. Maar daar kunnen we heel veel in betekenen. Ja, ik vind hem redelijk betrouwbaar. Vertrouwde man, goed overkomend, weet wat hij zegt, goed gebekt. Hij staat echt wel met beide benen op de grond. Jawel. Ik moet ook zeggen, hij communiceert ook heel helder. Een heel ander onderwerp, Eddie. Het gaat over de infrastructuur in Overijssel. Wat vindt de CDA daarvan? En dan met name de ontwikkeling van de N340 en 377. Ja. Ik verbaas me er nog steeds over dat een regio zoals Zwolle, waar het economisch best goed mee gaat, en Twente, waar ook heel veel ontwikkelingen plaatsvinden, dat daar zo'n karrenspoor tussen ligt. En dan, kijk, die N340, want dat was je vraag. Daar hebben we als ik daarop terugkijk, het is weliswaar gebeurd voordat ik in de provinciale politiek actief was. Maar heeft de geloofwaardigheid van de provincie natuurlijk wel een knauw gekregen. Zeker. Ja. Dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Ik wil ook echt eerst zien wat voor plannen nu op tafel komt. En of we daarmee op verkeersveiligheid en een aantal andere zaken de burgers genoeg bedienen. Want dit is bij uitstek een provinciale weg waar we zelf over gaan. En waar we ook zelf prioriteit aan moeten geven. Misschien nog even een heel ander onderwerp wat straks wel even aan de orde kwam. 20% duurzame energieopwekking in 2020, hè? Dus dat is er, maar dat is natuurlijk al best snel. Maar hoe gaan jullie die nu vormgeven? Dat wordt een enorme opgave. En toch vind ik dat een overheid, een provincie ook, een stip op de horizon moet blijven zetten. Daar gaan we naartoe. Heel belangrijk. Ik aarzel wel eens een beetje bij een grootschalige uitrol inderdaad van nieuwe windmolens. Daarvan hebben we gezegd dat moeten we niet op voorhand willen. Wil je van die koolvergisters dan? Op zich is dat ook een manier om wel met je reststoffen zeg maar, die in de provincie vrijkomen om te gaan. Verantwoord? Ja, op zich kan het verantwoord zijn. Ja. 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 Oké, omdat je veel hoort over lekkage en dat er in die koolvergisters politie het niet kan handhaven om te kijken wat erin gaat. Het is heel moeilijk, vind ik. Ik vroeg net naar die omslag naar duurzame energie. Als je
echt die 20% wil halen, dan zul je ook naar dit soort vormen van energieopwekking moeten kijken. En dan krijg je ook deze vraag van, oké, als je dan die koopvergisters wilt, waar doe je dat dan? Welke eisen stel je aan de veiligheid? Ja, in ieder geval een eind van een dorp af. Ik denk dat je inderdaad heel goed moet kijken waar je dat de ruimte geeft. En dat je daarbij ook die veiligheid, dat je daar heel goed rekening mee. Ja, het blijft wel in politiek natuurlijk, maar je kunt... Je kunt hem goed begrijpen, laat ik zo zeggen. Hij weet ook wel waar hij het over heeft. Ik bedoel, je kunt zien dat hij dus een aantal jaren landelijke politiek achter de rug heeft. En dat steek je niet onder stoelen en bank. Redelijke standpunten allemaal, niet opzienbarend. Nee. Nee, ik kan niet zeggen dat ik hem nou saai vind. Nee, zeker niet. Het is standaard van CDA. Dat vind ik van CDA altijd erg voorspelbaar.